ben Iris en vandaag neem ik een kijkje onder water. Want net zoals op het land leeft er ook onder water allerlei dieren en planten. Je kent vast wel de zeehond en de krab, maar heb je ook wel eens ooit gehoord van een aliekruik of een anemoon? Kom, dan laat ik het je zien. Dit zijn getijdenpoelen. Als het eb wordt, dan blijft er hier een laagje water in staan en zo kunnen we goed zien wat voor dieren en planten er onder water leven. Net zoals op het land hebben de dieren en planten elkaar nodig om te overleven. Ze kunnen niet zonder elkaar. Zo heb je een zeekat, dat is een soort inktvis. Die leeft het liefst in zout water en eet graag krab en garnalen. En een krab eet op zijn beurt weer graag planten, wormen, vis. En zo heeft ieder dier, ieder plant zijn eigen voorkeur en wensen. Een gebied waarin dieren en planten zo met elkaar leven, dat heet een ecosysteem. En vandaag zijn we bij het ecosysteem de Oosterschelde. Dit is dus een krab. En een krab leeft graag op het zand of op slikbodems. Ze hebben een harde panzer, maar die groeit niet mee. Dus als ze groeien, dan moeten ze hun panzer afleggen. Dat heet verschalen. Ze hebben dan wel een nieuwe huid, maar die is heel zacht. Daardoor zijn ze erg kwetsbaar voor hun vijanden. Dat zijn grotere krabben, zeehonden, vogels, platvissen. Dus als ze verschalen, dan moeten ze zich erg goed verstoppen tussen de tegels en de stenen. Dit zijn garnalen. Die heb je vast wel eens in de supermarkt gezien of gegeven. Maar garnalen zijn onder water niet roze zoals jij ze kent. Nee, dan zijn ze doorzichtig, zandgeel of groen. Het ligt eraan in welke omgeving ze leven. Zelf eten ze graag planten, wormen of slakken. Dit is een aliekruik. Dat is een soort zeeslak. En een aliekruik zit het liefst op stenen of op palen. Als het eb wordt en de aliekruik droog komt te staan, dan gaat hij op zoek naar kleine plasjes water tussen de stenen. Kan hij dat niet vinden, dan sluit hij zichzelf af met een plaatje, zodat hij niet uitdroogt. En de aliekruik eet graag planten en algen. Daar gaat hij op zoek naar water. Sommige dieren kun je niet met het blote oog zien. Daar heb je een verrekijker voor nodig. Bijvoorbeeld een bruinvis. Een bruinvis is alleen niet bruin en het is ook geen vis. Het is een zoogdier, een mini-walvis. Hij springt alleen niet boven het water uit. Dus je moet goed kijken of je een vin net boven het water ziet uitsteken. Bruinvissen zijn echte roofdieren. Ze eten graag tong, makreel, haring, zeekat en krab. Plankton bestaat uit allerlei kleine diertjes, planten en algen die in de zee zweven. Het is bijna niet met het blote oog te zien. Plankton haalt voedingsstoffen uit de zee, maar is zelf weer voedsel voor garnalen, kwallen en de reuzenhaai. Ik wil jullie graag een bijzondere plant laten zien, maar daarvoor moeten we naar de plaat van Oude Tongen. Dit is groot zeegras. Vroeger waren grote gedeeltes van de Waddenzee en de Zeeuwse Delta bedekt met groot zeegras. Helaas is dat niet meer zo. En dat is jammer, want zowel dieren onder water als boven water kunnen er erg goed gebruik van maken. Jonge garnalen, haringen en zeenaalden worden groot tussen dit zeegras. Ook andere kleine diertjes kunnen zich erin verschuilen. En de rotganzen eten in het najaar hun buikje rond van zeegras. De planten en dieren zijn afhankelijk van elkaar. Ze hebben elkaar nodig om te overleven. Als je in kaart brengt wie wie eet, dan noem je dat het voedselketen. En als er van een plant of dier te veel of te weinig is, dan is je voedselketen uit balans. Maar daarover hoor je meer in mijn vlog. Doei doei!